De komende 6 maanden zijn Breda en Tilburg de proeftuin voor het zogeheten experiment gesloten koffieshopketen. Dit omdat er nu cannabis illegaal de shops binnenkomt en niemand weet wat ze precies roken. De cannabisliefhebber is toe aan schone cannabis. En de cannabisliefhebber is ook toe aan een stukje vrijheid wat ons ontnomen is bijna 100 jaar geleden toen cannabis werd opgenomen in de opiumwet, 1928 geloof ik. En sindsdien worden wij vervolgd. Vanmorgen werd de eerste lading commercieel geteelde cannabis ingescand bij koffieshop De Baron in Breda door demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Dit deed hij samen met Paul de Pla, burgemeester van Breda, en Theo Weterings, burgemeester van Tilburg. Als we koffieshopondernemers willen laten ondernemen en we hier spullen mogen verkopen en spullen mogen kopen, dan moeten die spullen die worden verkocht en gekocht, moeten ook op een legale manier worden geproduceerd. Dat kon nu op dit moment niet. En omdat dat niet kon, ja, ontstond er een illegale markt. En die illegale markt wordt gedomineerd door criminelen. Ja, en je had ook totaal geen zicht op de manier waarop die spullen werden geproduceerd. Dus je wist ook niet wat het deed voor de volksgezondheid. Nou, dat moet stoppen. En daarom ben ik heel blij dat we vandaag hier kunnen staan. Omdat we eindelijk afscheid kunnen nemen van het halfslachtig doogbeleid met een illegale achterdeur. Na jaren overleggen is het nu dus voor een aantal coffeeshophouders legaal om cannabis te verkopen door middel van een gereguleerd experiment. Dit houdt in dat er 10 kwekers zijn aangewezen die de cannabis legaal mogen kweken. Ja, dat is een mooi moment, want er wordt al heel erg lang over gesproken. Ook hier door de coffeeshop-eigenaren, door de burgemeesters, door politie en OM, maar ook door de mensen van de ministeries die hierbij betrokken zijn. Al heel erg veel vergaderingen over geweest en veel kopjes koffie over gedronken. De overheid wil eerst weten hoe dit experiment gaat verlopen bij een aantal coffeeshops in Breda in Tilburg, voordat ze dit gaan uitbreiden naar de rest van het land. Ja, het moet zo voorzichtig, omdat het Rijk, het kabinet en de Tweede Kamer vinden dat we heel voorzichtig en goed moeten testen hoe het allemaal werkt als we die legaal geteelde wiet ook gaan verkopen. We moeten afscheid nemen, definitief. Dat is het belangrijkste van alle illegaal geteelde wiet. Dat is het zwarte circuit geweest wat jaren welig heeft kunnen tieren, waar heel veel illegaal geld mee verdiend is. Dat heeft criminaliteit verder met zich meegebracht. Daar moeten we en willen we echt van af. Het gaat ook om gezonde producten, of in ieder geval producten waarbij de consumenten kunnen zien wat de risico's zijn. Dus hier is alles volgens de spelregels die je altijd hebt bij producten waar ook gezondheidsrisico's aan zijn. Je moet weten wat je rookt in dit geval en je moet weten welke risico's je loopt. En hier kun je het kopen op een manier dat er ook toezicht is op de teelt, is van belang. Alhoewel de gereguleerde verkoop van de softdrugs heel positief is voor coffeeshops, moeten zij wel extra handelingen uitvoeren om voor justitie gegevens te verzamelen. Nou, justitie heeft ons met een track- en trace-systeem opgezadeld waar we niet zo blij mee zijn. Het is om alles van begin tot eind te volgen. Dus we moeten alles dubbel inscannen, met het track and trace systeem in- en uitscannen en met ons eigen kassasysteem. Maar goed, dat komt wel goed, dat gaat wel werken. Ik hoop dat we dat er een keertje uit kunnen krijgen, dat track and trace systeem. Want justitie kan natuurlijk gewoon bij de 10 producenten aan het eind van het jaar de verkooplijsten opvragen en dat vergelijken met onze cijfers. En we hebben facturen in de achterdeur straks. Dus het systeem is sluitend. Het track and trace systeem lijkt me overbodig. Maar goed, als justitie dat wil, dan doen we dat gewoon natuurlijk.